Een nieuw seizoen kassa, een nieuw decor heb ik net gezien. Ja. Maar de presentatrice is gebleven en die heet nog steeds Brecht. Klopt. Ja, derde seizoen gaan we in. Een heel nieuw jasje. We krijgen een strak, modern, fris decor. Je hebt het al even gezien. Nieuwe leader, nieuw logo. Nou, maar dat is allemaal aan de buitenkant. We hebben ook inhoudelijk een heleboel veranderd, omdat we een kwartier langer mogen maken. Daar zijn we zelf heel blij mee, want we hadden vaak te weinig tijd voor alles wat er op de plank lag. Alle onderwerpen die we konden brengen. En nu hoop ik dat we het allemaal kwijt kunnen. En omdat we een kwartier langer zijn, moeten we ook wat strakker formatteren. Dus we hebben een aantal nieuwe rubrieken. Daarnaast hebben we nog, natuurlijk blijven we doen wat we altijd doen. Een discussie, een debat over een maatschappelijk onderwerp. Of iets waar mensen thuis heel ontevreden over zijn. Bedrijven die er een potje van maken, aan tafel roepen en daarover discussiëren. Dat blijft. Maar wat zo leuk is, de kijker kan in het nieuwe kassa veel meer meedoen. We hebben een tweede scherm. En eigenlijk alle vier de grote onderwerpen uit de uitzending, daar kun je aan meedoen. Je kunt je mening geven, je kunt je reactie geven, je kunt stemmen, je kan meedoen aan de test. We hebben elke week een test. Al die dingen proberen we dan ook nog weer terug te laten komen in de live uitzending.